welkom bij Iedereen kan haken. Ik wil jullie eerst even hartelijk bedanken voor het kijken naar alle filmpjes van Iedereen kan haken, alle video's, maar ook deze, de Fenna omslagdoek, die doet het geweldig. Het is echt een hele mooie omslagdoek geworden met echt mooie kleurtjes van Fenna. Ik ben ook heel blij met alle duimpjes omhoog en abonneren, hieronder de foto klikken. Ja, we gaan nu de rand aan de Fenna doek haken, want ja, de Fenna doek, omslagdoek, zo moet ik het zeggen, die is zo mooi geworden. Kijk, ik heb er een ander kleurtje in gedaan en nu zit iedereen nog te springen op de rand van de Fenna omslagdoek. En ik zou zeggen, ik leg het zo goed mogelijk en zo rustig mogelijk uit. Zet anders de afspeelsnelheid ietsjes langzamer. En ik ondertitel ook alle video's. Dus dan kan je gewoon lekker meehaken. En nu komt dus de rand van de Fenna doek eraan. Ik zou zeggen, veel plezier, kijkplezier en tot zo! Je hebt nodig voor de Fenna rand, voor de Fenna omslagdoek, haaknaald nummer 4, een stopnaaldje, een schaar en ik heb ook nog fluorgaren gekocht. Dat haalt ook een beetje de omslagdoek op, gewoon omdat het het zijn hele mooie kleuren, maar ik vind een fluorrandje, dan maakt het gewoon ook leuk. Ik heb de Saskia gevonden bij de Vibra en als je een beetje snuffelt in de wolwinkels, dan kom je er ook. Dan heb ik nog een labeltje voor om je omslagdoek. Die kun je bestellen bij www.mezelf.nl. Je hebt daar echt leuke labeltjes. Ze staat ook op Facebook. Ik moet zeggen, ik heb er al heel veel plezier van gehad, van die labels. Dus het is wel mooi om je omslagdoek eventjes een leuk label erop te zetten. Dan gaan we beginnen. Tot zo! En dit videootje, ja, dit is eventjes de afbeelding als je niet weet voor welke rand het gaat. Het gaat om de Fenna omslagdoek. Hij staat op Facebook, hij staat op YouTube, daar staat het filmpje op. Ja, hij is echt heel mooi, die omslagdoek. Kijk, ik heb verschillende kleurtjes erin gebruikt, maar ja, ik hoop ook dat jij leuke foto's opstuurt van jouw omslagdoek, want dan kunnen anderen ook meegenieten en die zet ik dan allemaal hier in dit mapje op Facebook. Kijk, er zijn al een paar mensen begonnen, deze is ook heel mooi. Deze Fenna omslagdoek is van Eva Wol gemaakt van Vibra, dus ja, je kan alle kanten op met die omslagdoek, welke wol dat jij ook wil gebruiken. We beginnen dus aan deze kant van de omslagdoek. Je begint dus aan de rechterzijde van je werk. En ja, ik liet het net aan deze kant zien, de goede kant, maar het is natuurlijk de verkeerde kant. En we gaan nu zorgen dat we die V-steek krijgen en in die punt een vaste V-steek en een vaste, en er zitten iedere keer twee losse tussen, dus heel moeilijk is het niet. Ik begin nu met vier lossen, dan gaan we een vaste in deze opening zetten, dan weer twee lossen en dan gaan we in deze opening even nog een keer goed kijken hoe dat het zit. Ja, in die opening tussen die waaiertjes, daar zet je je V-steek en je vaste zet je tussen de groepjes van 3. Dus je hebt twee lossen gedaan en dan ga je hier tussen, hier ga je de V-steek zetten, dus een stokje, twee lossen en weer een stokje. Twee lossen en dan ga je hier weer een vaste inzetten. Twee lossen
hier ga je dus tussen die groepjes in, hier ga je de V-steek inzetten, een stokje, twee losse en weer een stokje. Ik zal dat nog een paar keer mee voordoen. Twee losse en een vaste in die grote opening. Twee losse en een V-steek tussen de groepjes in. Dus dat is een stokje, twee losse en een stokje. Twee losse en een vaste hierboven tussen de opening. En dit haak je door tot de punt van de omslagdoek en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Kijk hoe mooi dat we nu al een leuke rand hebben met een V-steek, twee losse, een vaste, twee losse en een V-steek tussen die stokjes in. En dan zijn we nu aan de bovenkant van de omslagdoek. Hier, die steekmarker, die is echt belangrijk dat je echt het de juiste afmeting aanhoudt, zodat je omslagdoek ook rechts en links gelijk blijft. Maar hierboven moeten we dus drie openingen krijgen. En met drie openingen betekent dus dat je vier stokjes krijgt. Dus we gaan hier weer even kijken hoor. Ook een V-steek inzetten in de bovenste opening, twee losse en nog een stokje. Twee losse en nog een stokje. En omdat we drie openingen nodig hebben, nog een keer twee losse en nog een stokje in diezelfde opening. Zie je? Dan krijg je hierboven toch weer mooi drie V-steken en dan vervolg je weer het patroon met de V-steek, twee losse, een vaste, de V-steek tussen de groepjes in. Dus ik zal even nog meehaken een stukje, twee losse, en tussen de groepjes in een V-steek, dus meteen al naar het eerste groepje. Een stokje, twee losse en weer een stokje. Twee losse en dan gaan we een vaste in de opening weer zetten. En zo vervolg je weer het patroon. Twee losse en in die opening zet je een V-steek. Dus een stokje, twee losse en een stokje. Twee losse en een vaste hierboven weer in de opening. Zie je, dan krijg je een mooie rand hier waar je dus de fluor, het andere garen, weer bovenop kan haken. Nou, dit haak je zo helemaal tot het einde van je toer en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. En als je op het einde van de toer bent,
Trek een beetje aan je lus. Je haalt je draad door. Dan knip je af. En dan hecht je hem af. Ik dacht eerst, ik kan de draad eraan laten zitten. Maar ga je doorhaken, dan zit je aan de verkeerde kant van je werk. Dus we beginnen aan de goede kant. En dan gaan we de volgende toemaken. Tot zo! We gaan nu de rechterkant rand eromheen haken en we zorgen, dit is de verkeerde kant van de omslagdoek en we gaan naar de goede kant. Zo. En aan de goede kant, kijk, dit zit nog een aanhechtdraadje, dat ik hier nog een even kleuren tussen gedaan heb, maar aan de goede kant en de rechterkant gaan we nu de draad aanhechten. En we pakken zomaar even een opening. Je hecht je draad aan met een vaste. En we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. En we gaan nog 2 stokjes in deze opening zetten. Eén. Twee. En we gebruiken deze toer om een reliëfstokje weer op te maken. En dan gaan we weer 3 stokjes in de opening maken. Eén. Twee. Drie. Ik maak nu 2 lossen. En we gaan in die volgende opening weer 3 stokjes maken. 1 2 3 Ik ga nu een reliëf stokje op die steek zetten. Dus je gebruikt eigenlijk die einde van de toer om een reliëf stokje op te maken, een voorste reliëf stokje. En hier heb ik nog 2 aanhechtdraadjes, maar daar letten we nu niet op. En we gaan weer in de opening 3 stokjes maken. 1 2 3 2 lossen. 1 2 En ik gebruik deze opening nog om weer 3 stokjes in te maken. Dus eigenlijk hetzelfde als de steek van de omslagdoek. En dan gaan we om die steek weer een reliëf stokje maken. Zie je? En dan heb je hier weer een marshmallow stitch in. Hier heb ik iets meer ruimte overgelaten. Dus de keuze is, wil je 6 stokjes, dus 3, 2 lossen en 3 in een opening, of hou je het iets rustiger en maak je de 2 lossen boven die opening. Dat moet je even uitproberen, of ja, je moet niets, maar dat kan je even uitproberen. Ik ga nu weer 3 stokjes in die opening zetten.
twee lossen. En dan doe ik toch weer hier drie stokjes in de opening. 1, 2, 3. En dan ga je weer op het einde hier een relief stokje opmaken. Zie je, dan krijg je een mooie rand. Zelf vind ik deze kant het mooist om toch gewoon een in elke opening een marshmallow stitch te maken. Dus een relief stokje, drie stokjes, twee lossen, drie stokjes en een relief stokje. En zo maak je de hele toer aan de rechterkant af. En dan heb je deze rand om je venna omslagdoek. En dan gaan we zo verder met een heel ander kleurtje en ik zie je zo weer terug. Tot zo! We gaan nu een rand maken met een fluor kleurtje en dat is de, ik heb van Saskia gewoon fluor garen gepakt. En dit zijn allemaal picootjes op die V-steek en drie losse, een vaste, drie losse en weer picootjes op die V-steek. Dus ik ga even meehaken. Je maakt een opzetlus. En dan begin je in de eerste steek op de hoek. Dan pak je je garen weer op en je haalt door, omslaan, door 2. En dan zit hij goed vast aan de hoek. Dan ga je 3 lossen, een vaste en 3 lossen maken. 1, 2, 3. Een vaste op die vaste. En weer 3 lossen. 1, 2, 3. Nu gaan we op die V-steek picootjes maken met vaste. Dus we steken in op het stokje. We maken 1 vaste. We maken 3 lossen. 1, 2, 3. We steken hier in die steek, in die vaste. En je haalt je draad op. En je haalt omslaan en je haalt door 2. Kijk, is dit je eerste picootje? Die is klaar. En dan gaan we er nog 1, 2, 3 maken. Dus we maken in de V-steek nu 1 vaste, 3 lossen. 1, 2, 3. We steken hier in deze steek in. Kijk, zie je? Dan pak je meteen 2 lusjes. Je haalt je draad op en je haalt omslaan en je haalt door 2 lossen. Dan heb je weer een picootje, dus dit is je tweede picootje. Dan gaan we weer in de V-steek een vaste, 3 lossen en we steken weer in die steek zo rechterbovenin en we halen de draad op en we gaan weer omslaan door 2. Dus je maakt een picootje op je stokje, je maakt 2 picootjes in de V-steek en je maakt nog een picootje op je stokje. Dus je steekt in, 1 vaste, 3 lossen en je steekt in die steker in, haalt je draad op, omslaan, door 2. En dit herhaal je, dan ga je weer 3 lossen, een vaste, 3 lossen en je gaat hier 1, 2, 3, 4 picoot steken opzetten. Ik zou zeggen heel veel plezier met de rand van de venna omslagdoek. Ik zou zeggen de
ja, duimpjes omhoog, abonneren, altijd leuk. Ja, hieronder op mijn foto klikken. Heb je vragen? Die kan je altijd stellen hieronder. En ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!